Zo, ik ben bij Rapidly en die zijn bezig met online course software. Moet allemaal heel makkelijk gaan. Ik zeg make learning easy. Ik praat nu met Mark Nuggenhoos en Johannes Hartman. Oké. En nou, laat ze zien, mensen. Nou, dan krijg je overzicht van de cursussen die je hebt. Je kan heel makkelijk bij een cursus bewerken. Ja. Ik begin even bij bewerken, want er staan er al een paar in. En waar we ons vooral op hebben gefocust, is het belangrijkste eigenlijk de inhoud van je cursus. Ja. We hebben het zo gemaakt dat je eigenlijk op een PowerPoint-achtige manier je cursus in elkaar kan zetten. Met verschillende content. Ja. Foto's, video, PowerPoint-documenten, etc. Mm-hmm. En daartussen kan je vragen plaatsen waar je wil. Multiple choice vragen, true of false. En dat kan je eigenlijk heel makkelijk doen door drag and drop. Je content op de juiste plek. Oké, het is allemaal heel gebruiksvriendelijk en intuïtief dus. Ja, klopt. Oké. En toetsing, zit dat er ook in? Sowieso kan je helemaal volgen wat doet een student. Ja. Krijgt zijn antwoorden ook te zien. Ja. Als course manager heb je daar inzage in. Maar kan ik hiermee MOOCs laten draaien? Of, Ja, je kan. Je moet wel de cursus echt zelf maken. Ja, ja. Dus je moet echt helemaal zelf helemaal gaan instellen. Maar filmpjes en zo, dat kan ik allemaal toevoegen. Ja, ja. En er zit ook een soort van community functionaliteit in dat de klas ook met elkaar dingen kan bespreken? Of, Nee, je kan social learning in. Ja. Waarmee je elkaar kan volgen. Dus je kan zien wat de progressie is. Okay. Het is niet in eerste instantie bedoeld voor scholen. Ja, ja. Maar het kan wel gebruikt worden voor trainingen, cursussen en instructies. Dus, okay. Ja. Dus als ik een eigen community zou hebben, dan zou ik dit erin kunnen hangen? Ja. Oké. Okay. En wie zijn nu jullie klanten? Op dit moment zijn we begonnen met een aantal launching partners. Dus we zijn nog niet live. Ja. We gaan nu het traject in van een aantal maanden om met een aantal launching partners het product echt op te optimaliseren. Ja. En we zijn nu bezig met de NOS, ja. Dierenbescherming, okay. Valk. Van de Koop- en Waterkruiden. Ja, oké. Ja, ja. De BNA, Architectenbond, de BNO. Nou, dat zijn er een heleboel. Hartstikke leuk. Hartstikke leuk. En hoe lang zijn jullie nu bezig? Denk vanaf oktober. Design gestart vorig jaar. Oké. En development vanaf januari. Ja. Oké. En je bent met z'n tweeën of hoe groot is de... Internetbureau. Oké, hoe heet dat? Internetbureau. Oké. Ja, we werken 30 man ongeveer en wij zijn mede-eigenaars. Ja. En wij, om innovatief te blijven, ontwikkelen we zelf producten. En hoe zijn jullie hierop gekomen dan? We hebben onze klanten gevraagd of we dat wilden onderzoeken. Kijk aan. Toen dachten we, hé, er is nog niet zoiets. Ja. Toen zijn we op gaan bellen en gaan kijken, hoe valt het in de markt? En eigenlijk elk bedrijf zei, hij is hartstikke tof. Dus toen zat we, bouwen die dan. Ja, super. Ja. Dankjewel. Ja.